In de Bijbel lezen we dat God hele gespecificeerde instructies aan Noach geeft hoe hij de ark moet bouwen. Heel specifiek. De lengte moest 6 keer langer zijn dan de breedte. Pak een paar melkpakken, doe er een stukje behang omheen of iets dergelijks en je hebt de verhoudingen van de ark van Noach. De lengte is 6 keer langer dan de breedte. Waarom is dat belangrijk? Nou, juist hierin onderscheidt de Bijbel zich weer van een heleboel andere zondvloedtradities. Want elk volk op aarde heeft een zondvloedverhaal. Pluk een indiaan uit de Rimboe en hij heeft een zondvloedverhaal. De zendelingen hebben dat verhaal daar echt niet gebracht. Nee, toen de eerste zendelingen waar ze ook kwamen, was daar al een zondvloedtraditie. Voor ons is dat te verklaren. Iedereen komt bij Noach vandaan. En alle volken hebben hun traditie meegenomen. En het verhaal is steeds wonderlijker en fantastischer geworden. Maar in de Bijbel is het oorspronkelijke verhaal haast op een journalistieke manier bewaard gebleven. Het lijkt wel of het logboek van Noach bewaard gebleven is. Dag 1 gebeurde dit, dag 2 gebeurde dat, dag 40 dit, dag 50 dat. Een jaar lang. En ook hoe de ark gebouwd is, zit heel logisch in elkaar. Want dankzij de wetenschap weten wij nu dat die verhouding van 1:6 de ideale verhouding is om zoveel mogelijk lading mee te nemen en tegelijkertijd zo stabiel en veilig mogelijk te zijn. Elke scheepsbouwer weet dat tegenwoordig. Daarmee is weer de Bijbel uniek. Het verhaal wat er het meest op lijkt, het Gilgamesh-epos, daarin is de ark een kubus. Een kubus is volstrekt niet zeewaardig. Die rolt en tolt door het water heen, zodat binnen een dag, in het woeste geweld van de zonvloed, alles dood en vermolmd is van binnen in die ark. Totaal niet geloofwaardig. De Bijbel zit nuchter en logisch in elkaar. Je kunt het vastpakken. Noach dreef niet in een kokosnoot of over een palmblad of in een kubus. Nee, hij bouwde heel nuchter de ideale verhouding van de ark. Hij wist dat van God. Zijn God is te vertrouwen. Nu nog steeds.